Welkom, welkom bij de allerlaatste aflevering van Inno Update. Mijn naam is Maarten Kors en ik bracht je altijd het laatste innovatienieuws van binnen en buiten de Rabobank. Voor de laatste keer in Studio 21 met het bekende team van Studio 21. Leuk om nog één keer hier te mogen staan om afscheid te nemen. Want het begon eigenlijk allemaal in 2013. Toen hadden we nog een hele andere directievoorzitter, de heer Moerland. Met een eigen webcammetje waar ik 13 minuten lang en soms zelfs wel 20 minuten lang jullie probeerde te informeren over alle start-ups in de financiële wereld. Barclay kwam toen al uit met bandjes waarmee je kon betalen. Maar ook natuurlijk van binnen de Rabobank. Onder andere bijvoorbeeld MyOrder. Die had toen een overeenkomst gesloten met Shell om daar broodjes van tevoren af te rekenen. Mocht je MyOrder niet kennen, ik zou zeggen zoek het op internet. Maar het was toen een van de grote innovaties van de Rabobank. Nadat Moerland was, kwam Rinus Minderhout natuurlijk nog als tussenpauze. En eigenlijk is innovatie echt gaan lopen met de komst van Wiebe Draaier en natuurlijk René Steenvoorde. Die heel veel tijd hebben kunnen besteden aan innovatie. Ik heb heel veel gave dingen mogen doen. Niet alleen de Inno Update, maar ook innovatiecongressen, cursussen mogen opstarten, moonshot programma's. En je ziet dan nog steeds een aantal van die dingen gelukkig lopen. Zoals de innovatieprijs. Als je wil, kun je nog steeds bedrijven die je hebt in je klantenbestand aangeven voor die innovatieprijs. De Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019. Ze maken dan kansen niet alleen op 20.000 euro, maar ook op het enorme netwerk van de Rabobank wat we hebben. En natuurlijk kun je nog steeds opgeven voor de moonshot. Je kan aan de slag met je eigen idee en je kan blijven innoveren. En ik vind het gaaf, toen we dus zo'n 6 jaar geleden begonnen met dit soort filmpjes, hadden we een klein team, een mannetje of 6, 7 die met innovatie bezig zijn. En inmiddels zitten we met een kleine 100 man continu te innoveren aan die bank en aan nieuwe verdienmodellen. Ik ga vertrekken. Ik ben per deze zomer weg bij de Rabobank na 21 jaar. Het was een geweldig mooie tijd, maar ik ga naar een land waar ze ook veel aan het innovatie doen. Het land wat de Rits heeft uitgevonden, het aluminiumfolie, de Nescafé. Maar ook het land wat aan de wieg staat, heeft gestaan van het wereldwijde web met het CERN. En ik heb het natuurlijk over het mooie Zwitserland. Dus mocht jullie nog een keer naar een echt innovatief land gaan, dan kun je me altijd mailen of bellen. Ik wil iedereen enorm bedanken voor alle leuke reacties die ik de afgelopen jaren heb gehad. De leuke plekken waar ik heb mogen spreken. En natuurlijk het geweldige team van Studio 21 voor al hun geduld die ze hebben moeten opbrengen met mijn filmpjes. Tot ziens en innoveer ze. Maarten, jongen, dat wij nou juist van jou afscheid moeten nemen. Dan vind ik de reden daarvoor eigenlijk wel de best denkbare. Er is een gezegde in de zeilvaart vroeger dat een vrouwenhaar harder trekt dan een bazaanzeil. Wat? Daar moet je even over nadenken. Maar als jij nu uiteindelijk naar Zurich gaat, is dat omdat een vrouwenhaar harder trekt dan een bazaanzeil. En dat jij ondanks je bijdrage aan de bank op het gebied van innovatie, het verbeteren, vernieuwen in ondernemerschap, en de rol die je daarin hebt kunnen krijgen, de bijdrage die je daarin hebt kunnen hebben, en de lol die daarin zit, en de toekomst die je daar nog in had, toch ervoor kiest om achter jouw vrouw aan te gaan naar Zurich. Ik kan niet anders dan dat mooi vinden. En ik wens je daarbij heel erg veel succes. Ik wil je vooral ook enorm bedanken voor al de vormen van inspiratie die jij hebt gehad. Ook op mij, maar ook op zoveel meer collega's van de Rabobank. En ook nog een keer jouw persoonlijke commitment en leiderschap om te laten zien dat je het thema van gezondheid heel direct op jezelf hebt toegepast. Dat je op innovatieve wijze hebt getraind voor een marathon en hem dan ook nog een keer in een persoonlijke tijd die beter was dan je van plan was, afgerond hebt. Volgens mij ben je daarmee doorgegaan en wie weet hebben ze in Zurich ook nog wel een keer de mooiste marathon van de wereld. Ik wens je daar heel veel succes. Maarten, de deur is altijd open mocht jij of jouw vrouw ervoor kiezen om terug te komen naar Nederland. Ik hoop dat het uiteraard in combinatie is. Dan staat de deur weer open en dan vinden we een plek. Heel veel dank en tot dan. Dankjewel, man. Oh, jongens. Nou, super. Dank jullie wel. En steltje smiechten. Oh, wat goed zeg. Dankjewel. Wat een leuke verrassing.